Daar ben ik dan weer. Ja, jullie hebben me omgedraaid. Maar dames en heren, die hebben me omgedraaid. Dit is de tweede kant. Dus als u de eerste kant nog niet hebt gehoord, let u erop, draai maar weer terug. Maar heb u de eerste kant gehoord, laat het dan weer staan. En dan gaan we gewoon weer verder met een beetje smoezen. Want humor, dames en heren, het is betrekkelijk. De een lacht om dit te zorgen, de ander lacht om dat te zorgen. Persoonlijk hou ik van die lekkere korte moppen, weet je wel. Die hele korte moppen. Want er zijn wel mensen die vertellen mij moppen en die maken zo'n lange tirade van. Ik heb het op de eerste plaat al gezegd hoor. En als jullie het niet hebben gehoord, koop hem dan nu en hoor dan wat ik heb gezegd. Ik ga het niet twee keer zeggen, want het zou geld aan jullie kosten. Nee, dat doe ik niet. Maar ik bedoel daarmee dat lekkere korte, weet je wel. Van Moos valt in de Keizersgracht. En Bram staat op de kant. Zegt Moos, Bram, ga je me naar hand? Zet hij maar een boetje op reis. Kort, kort. Meneer Quent, u komt in een broodje met vleeswinkel naar binnen. Zet hij tot de juffer die achter de toonbank staat. Geeft u mij een broodje rauw gehakt. Vraagt de juffer met een uitje. Zet hij nee met een orchidee. Och, die. Moos komt s'nachts om 4 uur thuis, kleedt ze eruit. Zegt een vrouw, wat je onderbroek? Zet ik me bestolen. Prima, hoor. Er loopt een verschrikkelijk lelijk meisje op het Rembrandtplein. Gaat Moos daar naartoe, zegt Moos, weet je wat er met jou later gebeurt? Zegt ze, nee, zeg je niks. Ja, ja. Heerlijk. Maar ja, ik hoor ook zo vaak zeggen, ik ken die mop al, meneer Tailleur. Dames en heren, mag u zich geheim vertellen? Er bestaan geen nieuwe moppen. Juist die oude moppen zijn nog altijd goed. Maar de moppen worden vergeten. En na 30, 40 jaar vertelt een vader of een grootvader, vertelt er als een zoon of als een kleinzoon. En er is er weer een nieuwe mop geboren. Maar je hebt van die ouderwetse nog. Die goeie ouderwetse. Ik ga er zo'n paar uitpeuteren, weet je. Van die ouderwetse. Van Moos en zijn vrouw gaan s'avonds om 11:30 naar bed. 12 uur staat hij op. En staat ze, Moos, waarom sta je op? Zegt hij, kan niet slapen, ik kan niet slapen, ik kan niet slapen. Zegt ze, wat is er dan? Zegt hij, kan ik je niet vertellen. En hij loopt door die kamer te ijsberen. En om 2 uur loopt hij er nog. Ze staat, Moos, wat is er nou? Zegt hij, nou, staat, zal ik je maar vertellen. Ik heb van Bram, die onder ons woont, heb ik 300 gulden geleend. En ik heb beloofd, ik zal ze morgen terugbetalen. Maar ik heb het geld niet, dan kan ik niet slapen. Zegt ze, is dat alles? Wacht even. En Saar springt uit bed, trapt op de grond zo van op. Zegt ze, Bram, ben je deur? Zegt ja. Zegt ze, mijn man kan je me morgen niet betalen. Zegt ze, doet de man zo. Ga jij slapen, loopt hij heen en weer. Ja, hier. En dan heb je nog een moment. Kijk, ook een mop waar men ook zo zeldzaam op lacht. Dat zijn dierenmoppen. Dierenmoppen. En wij Nederlanders zijn zo nuchter, weet je wel, zeggen altijd. Hij bestaat al niet. En ik kan erom gillen. Ik weet niet of jullie dat grapje appliceren, maar ik vind het groot. Van die twee honden die op straat lopen. Lekker te wandelen. En plotseling zegt die ene hond en die andere hond, ga zitten. Daar heet die Bouvier weer met zijn koude neus. Ja, 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 ja. Ja, dat kan. Maar er zijn nog meer. Daar lachen ze niet eens om. Maar er zijn nog meer, hoor. Er loopt een kip loopt op een land weg. Plotseling wordt die kip overeen door een stoomwals. Gaat helemaal over hem heen. Daarna staat die kip op schutse veer en zegt, wat een haan, hè. Ja, heerlijk. Heerlijke mensen. Ja, je kunt er zo met eruit peuteren, weet je wel. Nog één en nog één en nog één, nog één, nog één. Meneer Quent, die komt bij de dokter. Hij zei, dokter, mevrouw is helemaal gek, helemaal gek. Zei dokter, welke symptomen zijn er dan? Zit hij, 12 levende geiten in de salon, 12 levende geiten. En stinken als de zenuwen. Zei die dokter, waarom zet hij dan de raam niet open? Zei hij, ja, vlieg al mijn duiven weg. Maar Moos moet gekeurd worden, Moos, voor het leger. En hij zit daar te wachten. Zijn er verschillende jongens voor hem. En de dokter zegt tegen de eerste, kom jij binnen. Heb je iets? Zegt hij, dokter, ik ben een klein beetje slecht van gezegd en ik hoor niet goed. Zegt hij, stummerland, denk je dat ik niet kan zien? Je bent goed gekeurd van alle militaire diensten. We moeten kerels in de Nederlandse leger hebben. Rijd, volgende. De volgende komt binnen, zegt die dokter, heb jij iets? Zegt hij, dokter, ik heb het aan mijn nieren, mijn maag, mijn longen zijn niet goed, mijn nek deugt niet, mijn ogen zijn slecht. Zegt hij, hou maar op, ook stummerland, rijd, volgende. Kerels kunnen we gebruiken in de Nederlandse leger. Volgende. Volgende is Moos. Zet die dokter en jij? Zet die dokter, keur me niet. Keur me niet. Ik wil vechten voor Nederland. Ik wil mijn bloed geven voor Nederland. Nou, heeft Nederland geen wapens, neem ik een mes in mijn hand. Heeft Nederland geen uniform, ga ik in mijn burgerpakje. Maar ik zweer u, keur me goed. Zet dokter, man, als jij kunnen we gebruiken. Je bent goedgekeurd voor alle militaire diensten. Zet Moos, ik dank u wel, dokter. Maar als ik u mag vragen, ben ik niet een beetje gek? Militair, hou op. Er komen 12 militairen, die komen s'nachts om 1 uur in de kazerne. Zou dat er om 9 uur moeten zijn?
En de majoor die staat op te wachten, die zegt ten eerste, waar kom jij vandaan? Zeg ik, nou majoor, ik wist dat het transport om 8 uur van het dorpspleintje zou weggaan naar de kazerne, maar ik kwam om 8:10 te buiten, was het transport weg. Hey, heb ik voor mijn eigen geld een vigilant gehuurd, weet u wel, een wagentje met een paardje met een koetsier erop. Kom ik 3 kilometer voor de gezellen van dat paard dood, heb ik 3 kilometer moeten lopen. Zei die kerel, jij liegt, 14 jaar is waar, tevoren. Zei die volgende, nou ik kwam om 8:30 buiten, was er ook een transport, heb ik ook een vigilant gehuurd. Kom ik 3 kilometer voor de gezellen van dat paard dood, heb ik 3 kilometer moeten lopen. Zei die liegt ook, voren, 14 jaar is waar. En alle 11 zeggen hetzelfde, 12 is boos. Zei die boos, aan jou vraag ik mij helemaal niet. Zei die, nee, ik niet hetzelfde. Zeg, ik kwam 10 uur te buiten, was transport weg, heb ik een taxi gehuurd. Kom ik 3 kilometer voor de gezin, dan liggen er 11 dode paarden op de weg, kon ik niet verder. Ja, heer. Minister Staf, die komt de Oranje Nassau-kazerne inspecteren. In de Savati staat in Amsterdam. En om 1:30 die luidt er ontzenuwachtig heen en weer lopen. Die erewacht inspecteren, zegt, ja, lol, jongens, alles gepoetst in orde. En hij naar buiten, boos. Er is een schildwacht. En dan boos, is alles in orde? Zit ja, maar zo niet zenuwachtig als Staf komt, dan fluit ik en dan zegt u, geen wacht en klaar, gaan we aflopen. Wat voor een einde buiten, zegt die boos, zegt hij, maar het komt niet in orde. Als ik zou, klaar, afgelopen. 5:00, zegt die luiter naar buiten, boos, nu kan het al een ogenblik gebeuren. Zit hij, als ik u zeg, het komt in orde, niet zenuwachtig zijn. Om 1:00 die luiter naar buiten, Staf is nog niet te zien. 5:00 nog niet, en die luiter ontzenuwachtig heen en weer. En zegt, hij zou mee doen hier zijn, boos, ik heb hem niet in mijn zak zitten hoor, hou nu op alsjeblieft, nee, afgelopen. 1:15, die ruiter weet zich geen raad. 2:00 stappen ze nog niet. Om 3:00 komt een hele grote auto de Savati staat in rijden. Wil het kazerneplein op rijden en Mo zegt, stop! Ben jij Staf? Zegt Staf, ja dat ben ik. Zegt hij, je kan op je zoon de bieten van die leider. Ja, heerlijk. Mooie verhalen, ja. Amsterdamse verhalen. En zo zou ik door kunnen gaan. Van die lekkere, weet je wel. Van Moos die brandweer komt. Tremantplein. En Moos, de brand moet je luisteren. Ik heb er een krant gelezen in Zeist in de kasteel. Dan vraagt ze een butler. Moet je goed luisteren. Nou ga ik er naartoe. Ik ga me aanmelden. Maar dan ben je toch een vriend van me. Als ik nu aangenomen, heb jij kans. En als jij wordt aangenomen, geef je mij een cadeautje. En Bram gaat wel 2 uur zonder werk. En ze hebben ze weer naar Zeist komen voor een heel groot kasteel. Met een slotgracht en een slotpoort. En een massale deuren, weet je wel. En Moos, ik ga binnen met zo'n buiten. En Moos naar binnen. Hij blijft een half uur weg. Een uur weg. De andere al wiebel die de veel grote deur open gesmeten. 2 mannen sleuren Moos eruit. Kwakken hem op straat. Bloed langs zijn gezicht. Zijn kleren verscheurd. Ze praat, Moos, wat is er gebeurd? Ze Moos, ik weet het niet hoor. Ik moest bij de oude adellijke dame zijn. En die dame die zei, u wil u komen als een butler? Ik zei, ja mevrouw. Ze zei, ja, maar u moet hier rondlopen als een lakei, een lieverij met een kniebroek. Ik zei, dat me zorg. Ze zei, ja, laat me eerst uw kuiten zien. Enfin, ik laat mijn kuiten zien. Toen zegt ze, en u moet ook een tafel serveren. Laat me uw handen zien. Enfin, ik laat mijn handen zien. Toen zegt ze, laat me nou uw referentie zien. Zeg ik, toen geloof ik heb ik een fout gemaakt. Ja, dingen van Amsterdam. En nu zijn er zo'n hele hoop mensen. Die komen naar Amsterdam. Die komen naar Amsterdam en die gaan de stad bekijken. Heeft u wel eens gezien? Dames en heren, misschien heeft u het zelf wel eens gedaan. Die rennen door die stad heen, links en rechts. En dan zeggen ze, dat is naar de wolkenkrabben. Hij krabt niet. En dan gaan ze weer verder en zeggen ze, en daar is nou het begeinde hof. Oh, ik vind er geen geheim aan hoor. En dan gaan ze weer verder en zeggen ze, en daar komt nou de tunnel. Misschien. En daarna gaan ze nog een uur in een rondvaartboot zitten. Weet je wel, dan zwiebelen ze zo door die gracht heen. En daarna nog een uur door met zo'n touringcar door de stad. En dan stappen ze uit en zeggen ze, nou hebben we Amsterdam gezien. Dames en heren, u heeft er niets van gezien. Maar als u werkelijk gezien hoe Amsterdam leeft of werkt, huilt of lacht, geld verdiende sof hebt, ren er niet doorheen. Volg mijn raad op. En anders niets doen dan. Drink eens een kopje koffie. Zo'n klein terrasje. Waar je heerlijk doezelt en heerlijk sust. En voor het geld, dat hoef je niet te laten. Want je ziet de stad. En het geeft je rust. Rust. Nou, rust is een beetje overdreven hoor. Want je zit nog in 2 minuten of er komt een oude man voor je staan met 5 ansenkaarten uit zijn binnenzak. Dames en heren, ik ben een arme man. Ik moet leuren op de dressen. 5 ansenkaarten voor een kwartje. Let niet op, want ik moet opletten voor de smerissen. Want de naakten zitten eronder. Wat maak je nu uit? Ik heb 7 kinderen thuis achter op de stapel. 1 kwartje. En anders niet.
op zo'n klein terrasje. Bij zo'n kopje koffie. Waar je eerlijk doezel en eerlijk zucht. En al, voor het geld, ach, moet je niet te laten. Want je ziet de stad. En het geeft je rust. 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 Ja, rust. Komt er een man voor je staan met zo'n... Heb je zo zijn muziek gehoord? Een mondorgel. Mijn dames en heren, ik ben een arme muzikant. Ik heb altijd gewerkt in de grootste theaters. Ik heb mijn brood verdiend, maar nou gaat het niet meer, want ze spelen rut en rol. En al moet ik met een accordeon en mijn sleut mijn brood verdienen. Wat maakt het nu uit als je me helpt? Zo'n dubbeltje, of een stuiver, of een kwartje. Een kwartje. Bij zo'n kopje koffie. Zo'n klein terrasje. Waar je eerlijk doezelt en eerlijk zust. En oh, voor het geld neem, hoef je niet te laten. Want je ziet de stad. En het geeft je rust, rust, rust. De strijdkreet. De strijdkreet, dat was ik nog bijna vergeten ook, ja. Heeft u wel eens gedacht aan de kerstpotten, dames en heren? Waarom zal u potten als wij potten moeten? En heeft u geen geld, geef eens aan uw oud papier. Hoeveel papier gebruikt u niet op een dag? We halen het onder u op. Wat maakt u uit zo'n één dubbeltje op een kwartje? Voor die arme mensen, de strijdkreet, dames en heren. Bij zo'n kopje koffie, zo'n klein terrasje, waar je heerlijk doezelt en heerlijk zust. En oh, voor het geld, nee, moet je niet te laten. Want je ziet de stad, en het geeft je rust. Ik zei rust, rust in zenuwen, rust. Dan komt er zo'n man voor je staan en die fluistert met een hele zachte stem. Heel zacht in je oor. Mijn jongen zit in je door. En van je hele hoofd af. Wat doet de reet? Mijn jongen zit in je oor. En wat een weg van in de blaad wordt. Hup, drink jij eens een kopje koffie? Je zit een seconde met stilte. Je denkt dat je heerlijk doezelt. En heerlijk zus. Maar, voor het geld hoef je niet te laten. Want je ziet de stad, je stad. En je heeft er rust. 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 Je hebt er rust. Leuke rust, ene. Chica, wie op een melkzioor. Het zwakke kind, de sterke kind, de mooie kind, de rare kind, de nare kind, de lelijke kind, de dikke kind, vader daar. Ik wil gedacht aan de reclageren aan die arme mensen in de gevangenis zitten hebben dat ze nodig. Die niet nodig hebben, die ontvangen vanuit de Scheveningsgevangenis. Wat maakt nu uit zo'n één dubbeltje of een kwartje? Bij zo'n kopje koffie, zo'n klein terrasje. Waar je eerlijk doezel en eerlijk zus. En al, voor het geld, nee, hoef je niet te laten. Want zo'n kopje koffie kost je 45 centen exclusief, dat is 6 dubbeltjes inclusief. Krijg je dubbeltje voor de algemene fluitspeler, monikerspeler, vaderdag, dierendag, moederdag, zwak kind, het raak kind, mooie kind, schele kind. Kost je 6 gulden, 1 kop koffie. Maar je ziet de stad, en het geeft.